Nou, dank u wel, meneer de voorzitter. De wet die vandaag voorligt, ik vind het heel bizar. VVD en CDA willen samen met D66 en GroenLinks de Nederlandse kolencentrales sluiten. En de wet die dus vandaag voorligt, moet dus die capaciteit onmiddellijk met 65% gaan reduceren. En gelet op het feit dat het inderdaad mijn eerste bijdrage is, wou ik ook iets persoonlijks vertellen. En ik weet namelijk nog goed dat ik als kind vaak logeerde bij mijn opa en oma. En tegenover hun flat waar zij woonden, stond de IJsselcentrale in Zwolle. Dat was ooit een kolencentrale, later gascentrale. En ik wist dat daar stroom werd gemaakt. En dat was iets heel magisch. En 's avonds viel dat gebouw weg tegen de duistere achtergrond. En dan brandden er alleen wat van die lampjes, een paar van die raampjes, omdat er altijd nog mensen bezig waren. Omdat stroom altijd gemaakt moet worden, omdat we stroom altijd nodig hebben. En ik weet ook nog dat er iedere keer, ik weet niet hoeveel van die schoorstenen er stonden, maar iedere zoveel tijd werd een van die schoorstenen neergehaald. En werd de capaciteit van de centrale verlaagd en uiteindelijk werd die hele centrale gesloten. En ik heb dat nooit begrepen. En misschien is er voor die specifieke centrale een specifieke reden om te sluiten, dat zou allemaal heel goed kunnen. Maar nu staan we op het punt om alle resterende kolencentrales die we nog hebben, te sluiten. En dit snap ik niet. Waarom zouden we dit doen? Waarom zouden we onze energiezekerheid op het spel zetten? Waarom zouden we onze betaalbare stroom op het spel zetten? En waarom doen we dit onszelf aan? Ik begrijp het niet. Nederland staat op het punt om de laatste 4 gigawatt van kolenstroom op te offeren. En ondertussen heeft China vorig jaar 30 gigawatt aan kolenstroom bijgebouwd. Nederland gooit 4 gigawatt weg. China bouwt 30 gigawatt bij. Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom we dit doen. Hoe kijkt de minister daar tegenaan? Hoe kijkt de minister er tegenaan dat wij inleveren op goedkope stroom, dat we dure alternatieven gaan kiezen die normale mensen moeten gaan betalen, terwijl China bijna het achtvoudige bijbouwt in 1 jaar en zelfs de komende jaren 270 gigawatt aan kolenstroom gepland heeft bij te bouwen? En China begrijpt, in tegenstelling tot de klimaatfanatici hier in de Kamer, dat een land stroom nodig heeft en dat die stroom betaalbaar moet zijn. En hier wordt de energierekening ieder jaar verhoogd. Bijna de helft van de energierekening is inmiddels belasting. Klimaatbelastingen, gasbelastingen, stroombelastingen. Want Nederlanders, als zij maar veel betalen, zo denkt men hier, dan wordt de wereld wel gered. Moderne aflaten voor de klimaatkardinalen in het bisdom van Den Haag. En de mensen die dat dus geloven, geloven dat wij dus een soort zondvloed bespaard zullen worden als we maar genoeg betalen, als we maar die 1000 miljard uitgeven. Voor minstens, misschien eventueel, in het meest optimistische scenario, 0,00007 graden minder opwarming. Volgens hun eigen berekeningen. Het is totaal onbegrijpelijk wat er gebeurt, want de rest van de wereld doet niet mee. Ik noemde net al China. Nederland heeft de schoonste, meest moderne kolencentrales ter wereld. Sommige zijn pas net open. En in plaats van die goedkope schone stroom te gebruiken, kiezen VVD, CDA en D66, GroenLinks en al die anderen liever voor het verbranden van bomen in omgebouwde kolencentrales. Want dat is pas groen. Kolencentrales moeten plaatsmaken voor biomassa-centrales. Die stoten 15% meer CO2 uit per joule energie. Maar dat is schone CO2. Dat is groene CO2. Deze wet bereikt eigenlijk het tegenovergestelde van het hele doel van het klimaatakkoord. De CO2-uitstoot in Nederland gaat niet omlaag als gevolg van het sluiten van kolencentrales, maar omhoog. Maar volgens de boekhoudkundige trucjes van het kartel is de CO2 die vrijkomt bij het verbranden van oerbossen CO2-neutraal. In een Excel-sheet staat duurzaam, dus dan is het duurzaam. Niet alleen stoot biomassa meer CO2 uit dan steenkool, maar het stoot ook nog eens meer stikstof uit, meer zwaveldioxide en meer fijnstof. Dingen die daadwerkelijk slecht zijn voor de volksgezondheid, waar ook genoeg instellingen voor hebben gewaarschuwd. In tegenstelling tot de vermeende wereldramp die niemand eigenlijk ziet gebeuren, behalve in de documentaires van fanatici. Sterker nog, op steeds meer plekken worden kleine decentrale biomassa-centrales gebouwd. Maar die dingen zijn zo inefficiënt dat ze niet genoeg stroom opleveren om de kosten van filters te dekken. En daarom kiest men er maar voor om ongefilterd stikstof en zwaveldioxide de lucht in te blazen. Dat is echt bezopen. De helft van de Nederlandse duurzame energie bestaat inmiddels uit biomassa. Amerikaanse en Canadese oerbossen worden op massale schaal gekapt om hier in een kachel te gooien voor de groene stroom van hippe D66'ers en GroenLinks'ers. En ook in Nederland gaat de bomenkap door. Want inmiddels is het zo dat Nederland sneller ontbost in aantallen vierkante kilometer per jaar dan de Amazone. Waar blijft al dat hout? Gaan die allemaal die centrales in? Waarom, vraag ik de minister, gaan we de schoonste kolencentrales ter wereld sluiten
om bossen te verbranden in biomassacentrales en de hele Noordzee vol te bouwen met windmolens. Ik zal dit echt nooit begrijpen. Ik hoop dat u hier een antwoord op hebt. Kolencentrales zijn schoner, natuurvriendelijker, veel goedkoper. Laten we stoppen met dit zinloze, peperdure beleid. Laten we stoppen met deze waanzin. Dank u wel.